dan brengen we dit even naar de bloedkar. De bloedkar. Ik ben vandaag donor, assistent, samen met Frederik. En jij werkt hier bij St. Quinn en samen gaan wij vandaag aan het werk hier. Hè? Ja. Wat gaan we vandaag hier precies doen? We gaan vandaag alles doorlopen wat een donor ook doorloopt. En dat is eerst het aanmelden aan de balie, vervolgens de keuring en daarna de afname zelf. We hebben in Nederland 350.000 donoren die bloed komen doneren voor patiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Het is gewoon heel mooi om daar deel van uit te mogen maken. Ja. We gaan als eerste de donors aanmelden aan de balie. Goedemiddag. Mag ik uw kaart zien? Maar wat ik begrijp, je hebt dus twee verschillende manieren van doneren. Ja, vol bloed, dat is het bloed wat uit je ader komt. En plasma, dat is gescheiden. Dat is de eerste keer dat hij hier nee, komt? Nee, ik heb al meer dan 170 keer gegeven. Meer dan 170 keer al? Ja. Nou, je wordt trouwe donor genoemd. Dat is een mooie bestempeling, toch? Bloed kan gewoon niet getest worden op alles wat je bij je kan hebben. Dus het grootste deel van de veiligheid moet echt uit dit formulier komen. Ik zag bijvoorbeeld een vraag over drugs staan. Ja. Wat als iemand nou daarover liegt? Dan kan het zijn dat het bloed besmet is. Als er bloed bij een patiënt terechtkomt waar bijvoorbeeld een griepvirus in zit, dan kan dat hele grote gevolgen hebben voor iemand die gewoon een hele lage weerstand heeft. Dat je helemaal in de zenuwen. Ja, ik moet ook altijd goed doorvragen waarvoor iemand iets gebruikt. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld de reden waarom iemand die medicatie gebruikt wel een probleem is. Want we hebben hier dus eigenlijk ook twee soorten vragen. De ene is voor de veiligheid van het bloed en de andere is echt voor de veiligheid van de donors. Ik heb hiervoor geneeskunde gedaan en dat is hoe ik hier mag werken. Ja, ik werkte vroeger in de horeca en andere mensen brengen kranten rond. Ja. Je zit wel met je hoofd in de zorg, anders ga je niet meer werken. Ja. Het is natuurlijk gewoon een bloedserieus baantje. Ja, een bloedserieuze baantje. Maar als je nou zo vaak plasma hebt gegeven, ben je dan soms niet stiekem benieuwd wie er allemaal jouw plasma in zich heeft? Nou, nee, dat is speciaal als ik er maar mensen mee kan helpen. We gaan dus zo meteen afnemen in dit zaksysteem. Een mens heeft ongeveer 5 liter, dus een halve liter kan je goed missen. Mm-hmm. Dat is wat we af gaan nemen. En voor zo'n afname heb je best wel een flink groot vat nodig. Ja. Want we hebben ook een best wel grote naald waarmee we afnemen. Fijn om te horen, hè? Flappen dat je geprikt wordt. Zoals je ziet zit er ook al wat vloeistof in. Dat is antistollingsmiddel. Dat leggen we zo meteen hier in het gele bakje. En dan hebben we hier nog een filter. En die zorgt ervoor dat er geen witte bloedcellen bij de rode bloedcellen terechtkomen. Ja, daar zitten eigen antistoffen in. En dan zou je hele grote transfusiereactie krijgen in iemands lichaam. Moet wel dat niet kan hebben, natuurlijk. Fatale gevolgen hebben. Nee, dat is onhandig. Even aangedrukt houden. En de vervelende zijn die pleisters. Ja, wordt een beetje geëpileerd. Ja, ik ga er zelf aan geloven nou. Nou, je moet als donorassistent natuurlijk heel nauwkeurig zijn. Fijne motoriek hebben, want anders kan je niet goed prikken. En zorgzaam zijn voor mensen. Zit je lekker? Ja, ik zit heerlijk.